Leuk dat jullie kijken naar een goed nieuwe vlog. Mijn naam is Pippa Weerman en het is vandaag 8 juli, mijn vaders verjaardag. Ik heb me al gefeliciteerd, nog niet het cadeau gegeven. Omdat mijn twee broers waren niet thuis. Eentje komt dan niet thuis. En Quinten weet ik niet. En ik heb dus denk ik om 8:50 ochtends de steppenpak van het schoonmaakje tussen. Ik hier op woensdag dat we morgen kunnen uitslapen van het feest van vanmiddag. Maar ja, wat ik nou eigenlijk van plan ben, waar ik van plan heen ben gegaan, I don't know. Maar ik heb gewoon een step gepakt en ik zie wel waar ik heen ga. Het is op dit moment 10:50. En ik ben bij opa en oma. Normaal, ik zou eigenlijk om 9:30 genezen. Maar toen dacht ik van, weet je, ik ga er gewoon aan iedereen. Dus het is nu 11:30. Ik ben bij opa en oma. Tijme is er ook, dus het is gezellig. Het is op dit moment 11:30 en we hebben net lekker een spelletje gespeeld. Tijme heeft gewonnen. En ja, ik weet niet wat ik nog ga doen. Misschien voor mijn telefoon. En rond 12:30 gaan we lekker eten. Het is nu met 11:45. En ik heb net heel even bezig geweest met een heel leuk video idee. Niet voor een vlog. Maar dat is wel, want ik ga echt... Vanmiddag ga ik hopelijk, als jullie mee zit, een heel leuk video idee maken. Die misschien al nu online staat of niet. Hou mijn Instagram daarvoor in de gaten. Want ik ga echt dan een hele toffe video proberen te maken vanmiddag. Vanmiddag er dus meer over. Met Jordi. Ja, dan moet je dan wel kijken. Maar nu gaan we zo. En waarvoor is deze dan? Dat weet ik niet. Dat, ik weet niet of er geschiedenis aan zit. Deze is volgens mij van de... Welke? Van een van de eilanden. Van wie dat toch hoor? Ja. De Azoren, volgens mij. Het zijn allemaal stenen die jij hebt gepakt. Die jij zag liggen. Ja, en deze denk ik dat die van Rodos komt, maar dat weet ik niet, van mij wel. Rodos is een eiland bij Griekenland, toch? Ja. Ja. Kijk maar, hier heb ik het opgeplakt. Yes. Kijk maar, zit, lijm zit erop. Ik zie het. Ik heb hem ook gezien. Ja, goed zo. En dan komt nog een van die schelpen, die komt uit Senegal. Ja. En deze komt uit de mijnen in Italië. Dat is naam, dat is opa. Ja, ja. Het lijkt heel erg op aluminiumfolie. Ja, dat is van theater. Ja, dat is dit ook. Maar dat is helemaal mooi gepolijst en glad. Hoe is vakantie was? Het is op dit moment 1:15. En ik heb de step weer gepakt. Want ik ga weer naar huis. Omdat ik dus vanmiddag een verjaardag heb. Ik weet niet hoe laat het begint. Dus ik dacht, nou, laat ik nu dan maar gaan. Dus ik ga naar huis met Step. Het is met 2:55. En om 3:00 komen er volgens mij wel gasten voor mijn vaders verjaardag. En wat je jammer is, we kunnen niet buiten zitten. Want het regent af en toe. Maar ik zit dus nu lekker op mijn telefoon. En ik denk dat ik nu nog heel veel op mijn telefoon ga. Tot er gasten komen. Tot. Het is met iets... 3:00 en ik moet het even naar de slager, omdat we natuurlijk straks het feestje hebben. Dus ik moest weer de fiets pakken, de step, want de fiets die wordt, is de band nog steeds van lek. Dus ja, maar nu gaan we naar huis. Yo mensen, mijn naam is Pepijn Weerman en vandaag hebben we weer een nieuwe video. Het is vandaag iets van 9:30, het is heerlijk weer buiten en ik ga zo meteen naar school toe. We hebben vandaag een iMusical. Ik heb een heel leuk pak, dus tot straks. Ik heb met die jas van Eels aangedaan. Maar het is dikke net de jas van Eels aangedaan. En hopelijk dat hij denkt dat ik Eels ben. Daar staat hij. Zat hij daar nog steeds?
What the fuck? We zijn klaar met de opnames en Tijmen wou nog even gaan tellen. Dus Tijmen gaat tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, hier gaan ze Fortnite spelen. Tijmen speelt, maar ik kijk af en toe mee. En hier wordt gebasketbal. Nee, er wordt gewoon ingegeven op de sloot. Ja. Dat is ook niet dat. Tijmen zei dat we naar de badkamer toe moesten. Ik ben nu heel blij van. Ik dacht net ook al, waar is Tijmen? Maar Tijmen heeft dus heel deze zak leeg gehaald. En hier neergelegd. Tijmen, wat doe je nou? Wat doe je nou? Tigo en ik gaan heel even naar de snackbar om lekker eventjes patat te halen. Ja, patat. Okay. Anderhalve meter. Ja, zoiets. Het is geen anderhalve meter. We hebben echt geen patat voor jou. Nee, maar ik was helemaal vergeten dat jij hier op was. Wil jij dan broccoli? Met aardappelen? Nee! Ja, we hebben wel patat voor jou, hoor. Maar ben je dan blij? Ben je blij? Ja, super blij. We gaan lekker patat eten. Toppie! Het eten. Frikandel. Patat. En curry. Lekker. Het ging met 8:30. En we hebben het heerlijk gegeten. Toen zijn ze allemaal weg geweest. Ben ik even op mijn telefoon geweest. En nu heb ik me omgekleed. Want nu komen er weer allemaal gasten. Dus moet je natuurlijk weer netjes aangekleed zijn. Voor een leuke avond. De eerste gast is er al. Ik weet of er nog meer komen. Meer kinderen misschien. Dat zien we allemaal wel. Maar nu even lekker, denk ik, een kopje thee. Het is nu met 10:00. En ik ga slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken. Voor het kijken naar deze vlog doen. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden klik op het belletje om niks te missen van al mijn video's die online komen. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao.